Hallo, ik ben Sander van der Heijden en dit is een korte voorbeschouwing van de Nintendo 3DS. Oké, ik kon dit weekend kiezen tussen een iPad 2 of een Nintendo 3DS. En zoals je ziet, het is de laatste geworden. En dan ook nog eentje in Ocean Blue. Ik noem het uiteindelijk het nieuwe wit van Nintendo. Want ook in alle uitlatingen van de 3DS zie je deze naar voren komen. Verder is hij alleen nog in het zwart te verkrijgen, maar er zullen in de toekomst zeker meerdere kleuren weer gaan komen waar ze mee gaan adverteren. Aan de bovenkant is hij zelfs wat lichter en aan de onderkant loopt hij wat donkerder door, maar dat zul je nu met al dit halogeenlicht niet goed kunnen zien. Ik heb nog een oude versie, de DS Lite, eventjes erbij gepakt. En je ziet dat dit wel een soort mooi, ja, dat parelmoerachtige heeft. Wat je wel goed kan zien is bij deze DS Lite, is dit, dus een paar versies ervoor, is dat het heel mooi afrondingen heeft en heel mooi aansluit. En dat is apart bij deze nieuwe 3DS. Kijk, hij sluit eigenlijk helemaal niet zo mooi aan. En aan de zijkanten ook, ja, het zijn eigenlijk haast een soort drie laagjes, een soort pannenkoekje is het. Heel apart is een koptelefoon aansluiting aan de voorkant. Eigenlijk wel makkelijk, zit hij niet in de weg als je aan het gamen bent, zit hij tussen je handen in. Aan de zijkant zie je de schakelaar waar je mee draadloos signaal aan en uit kan zetten, want dat pakt toch wat meer stroom op. Ook in de standby tijd neemt hij de stroom. Kijk, hier aan de achterkant zie je natuurlijk de linker en de rechter gameknop, de voedingaansluiting en hier gaat de nieuwe spelletjes gaan hierin. Hier weer een mooi eigen formaat, een klein uitschuifbaar pennetje. Stylus. En aan de andere kant zit dan nog een SD-aansluiting voor het opslaan van je gamegegevens en de volumeknop. Okay, om nog even een aardig vergelijk te maken, heb ik nog een DS Lite ernaast gezet, even open om even de beeldschermen, even de groottes te zien. Onder zie je dat hij ongeveer gelijk is gebleven, 3 inch. Boven is hij groter geworden, 3,5 inch. Altijd nog kleiner dan de 4,2 inch van de DS XL. Maar toch wel een stukje prettiger en ook een hogere resolutie, 400x240. Of eigenlijk twee keer 400x240 voor het 3D gedeelte. Maar verder zie je dat de bediening ongeveer gelijk is gebleven.